Ik ben weer op play.veelvraag.nl en we zijn weer lekker aan het trollen op Minecraft uiteraard. En als jij iets wil kopen op shop.veelvraag.nl, gebruik dan de kortingscode LENTE2018 eventjes, want het is bijna verlopen. Dus als je iets wil kopen, doe dat dan daarmee. 30% korting daarmee, maar we zijn dus nu bij een Casper T. En Casper T heeft iets van een eilandje hier. En ik hoorde dat er in Minecraft een overlast was van squids. Casper, hoor je dat? Er is een overlast aan squids. Er zijn te veel squids in deze map. Dus daar gaan we wat aan doen. / troll Casper T. En dan doen we squid rain. En waar zijn de squids? Kom maar. Check al die squids. Kijk ze gaan. Er is overlast. Hij heeft het niet eens door. Hij heeft het niet eens door dat er allemaal squids uit de lucht vallen. Holy shit. Hij heeft er nu pas door dat er iets was. Dat er überhaupt iets was. We gaan het nog een keer doen. Squid rain, waar ben je? Hier. Doe maar. Oh, tik, 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 tik. Oh shit, er komen nog veel meer. Oh, hij heeft het wel. Hij heeft nu ziet door. Nu, al die inktseks die je hiervan krijgt, jongen. Echt insane. Ik weet niet, kan je die verkopen in de shop? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik hem nou best wel wat geld gegeven. Wat kunnen we hier nog meer doen? Hij heeft hier onder... Oh, yo, heeft hier een dikke beest gebouwd. Laat ik al eens eventjes Night Vision Potion drinken. Poef, dan kunnen we het wat beter zien ook. Nice, wat zullen we hier doen? Hij heeft hier allemaal moderne huizen gezet. Hij heeft hier allemaal redstone dingetjes gebouwd. Super nice, jongen. Maar we gaan hem eens even trollen. We gaan eens even rustig kijken tussen trolls. Wat kunnen we doen? We kunnen hem drug geven, Sparta. Kunnen creeper. Wat kunnen we nog meer? Trap. Oeh. Heb ik hem goed? Nee, ik miste hem. Hij was aan het sprinten. Oké, dat telt hij niet. Nu. Oh, troll. Misschien nu. Als hij stilstaat. Oh, kut. Ik doe wat. Ik heb iets met Sky gedaan. Valt hij nou uit de lucht? Ah, hij zit nou gewoon in de lucht. Hij zit in de lucht. Ik weet niet hoe lang. 20 seconden zit hij in de lucht. Hé, hey, jongen. Je zit een beetje hoog, hè? Ja, dat dacht ik. Ik zet je zo meteen over een paar seconden ga je weer op de grond. Kijk hoe hoog. Oké, hij is alweer op de grond volgens mij. Terpe, Casper. Ja, hij is alweer op de grond. Super nice. Hij heeft het overleefd. Nou, ik wilde hem eigenlijk trappen. Ik misklikte eigenlijk daar. Oh ja, nu. Troll, trap. Waar staat hij? Hier echt stond trap. Oh, hier trap. Oh, mis. Nou, hij mag niet lopen. Hij moet even stilstaan. Ja? Waar is hij nu? Sta stil! Sta stil. Hij moet stilstaan. Waarom sta je nou niet stil? Oké, wat heeft hij? Allemaal kippen? Heeft hij die kippen naam gegeven? Ik dacht al. Trap. Ja, we hebben hem. Nee, hij loopt eruit. Dat scheelde oprecht niks. Dat scheelde echt niks. Dat hij bijna 30 seconden stil wil staan daar. Hij houdt dus van kippetjes. Dat hebben we alweer gezien. Wat nou als we allemaal chicken hier gaan plaatsen? Chicken egg, zo. Kippetje. Dat is een kippetje ontsnapt, man. Achter je. Hij gebruikt hier ook allemaal... Wat is dit? Een banner? Oh, het is een banner. Nice. Wat zegt hij? Hout. Nou, je hebt gelijk. Er zit hout in. Huisje Roy. Is dit Roy? Nee, je bent Casper. Oh, heb ik hem nou? Oeh, zullen we zeggen dat het huisje van Casper is? Kom op. Huisje van Casper. Zo. Zo, nu is het huisje van jou, man. Ik heb zojuist het huisje aan jou gegeven. Alsjeblieft. Kijk maar, daar boven, daar boven. Hij kijkt niet. Wat moet ik daar nou mee? Hij heeft hier allemaal kippen. Nou, wat staat hier allemaal? Sorry, ik kom niet online. Ik kon niet online komen, daarom was ik afwezig. Ik ben er een goede reden voor. Helaas niet over. Is het 2 weken. Nee, excuses. Ah, hij moest zich helemaal verantwoorden omdat hij niet online kwam. Dat vind ik zielig voor Casper. Of is dat niet van Casper? Is het van Casper geweest? Ik heb geen idee. Maar het is nu jouw huis, Casper. Geniet ervan. Er staat nu bij dat het huisje van jou is. Hij doet ook echt alsof het huisje van hem is. Zo. Laten we dit eens eventjes dichtbouwen. Zo. Zo. Dan kan je het niet meer uit, jongen. Wat doet hij? Wow. Hij doet nou... Casper. Volgens mij is dit helemaal niet van hem. Volgens mij is dit letterlijk niet van Casper. Volgens mij is dit hele gebied niet van Casper. Want hij heeft zojuist een ender chest kapot gemaakt. Casper, is dit wel van jou? Ik weet het dus niet zeker of dit van Casper is. COI. Volgens mij kan ik het checken. Is het van Casper? Dit is van Dutch Sand. Maar is er dan iets van Casper hier? Nee, volgens mij is niks hier van Casper.
Volgens mij is Casper aan het grieven. Ik weet het niet zeker. Volgens mij is Casper aan het grieven. Want ik zie niet dat hij überhaupt iets van Casper was. Casper. Is dit wel van jou? Wat zegt hij? Ik heb harde lek. Ja, lek met L-E-K. Dat is niet helemaal hoe je dat moet spellen. We gaan eens even Casper confronteren met zijn fouten. We gaan eens even naar hem TP'en en dan recht voor zijn neus staan. TP Casper. Casper, is dit wel van jou? Ik ben oprecht heel erg benieuwd. Ik ga... Doe slash V, ga ik weg hier, oké? Okay? Kijken of hij raged. Nu kan hij me zien. Oh shit. Slash game mode, slash fly. Casper, is dit wel van jou? Zal ik het in de chat vragen aan hem? Ik ga het gewoon aan hem vragen. Casper, is dit wel van jou? Hij zegt hallo in de chat. Is dit wel van jou? Weet je het zeker? Ik ben heel erg benieuwd wat van hem is. Waar heb jij gebouwd dan? Ik geloof er niks van. Volgens mij is hij hier aan het grieven gewoon. Is dit van hem? We gaan eens even kijken of dit van hem is. Is dit van hem? Nee, dit is van Lars. Nee, dit is van Lars. Ik ben heel benieuwd wat je hierover te zeggen hebt, meneer. Mijn andere account. Ik geloof er niks van. Jongens, geloven jullie hier wat van? Laat dan eventjes die like achter. Doe even, weet je wat, we doen een ding. Like als je denkt dat hij de waarheid spreekt. En dislike als je denkt dat hij niet de waarheid spreekt. Simpel als dat. Aan de hand daarvan kan ik zien wat jullie denken. Ik vond het in ieder geval super tof dat jullie allemaal hebben gekeken. Drop sowieso dus eventjes die like of dislike. Abonneer even op het filmpje gevraagd. Reageer onder ook eventjes wat je denkt wat hij aan het doen is. Oh, wacht, hier is iemand bij. Oh, Danielle Place is erbij. Nou, hallo Danielle. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Abonneer en geef een like op deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace out.